Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met het positieve bericht van 23 juli. Het is wat later op de dag, omstandigheden, het is niet anders, maar ik ben er. Vandaag gaan wij in de 70 cyclus. Dat betekende de 70 voor de numerologie, hè? De 70 tot de 79. En de 70 is een cyclus waarin we nadenken. Waarin we kunnen dromen, waarin we soms ons in ons hoofd ook enorme zorgen maken over futiliteiten of over hele grote zaken. Dus we krijgen uitdagingen op ons pad. Nou, de 70 dag is soms een dag waarop je heel veel moet nadenken, maar ook waarin je soms ook in je hoofd blijft zitten. En je zorgen gaat maken. Dat is niet de bedoeling. Het is gelukkig gewoon lekker weer. Ga er dan even op uit. Ga je ramen wassen. Dat zorgt ervoor dat je helder zicht krijgt ook. Zo zijn die huishoudelijke klusjes soms heel handig om te gaan doen. Zodat je weer in een ander ritme komt. En dat je ook even los kan maken van de energie. De engel van vandaag uit de Engelenagenda 2020 is aartsengel Metatron. En wat erin staat, Metatron kan helpen bij problemen zoals ADHD en ADD. Hij kan ouders begeleiden en inspireren om de juiste therapie te vinden, maar ook volwassenen. Aartsengel Metatron zorgt er namelijk voor dat je je kan focussen. Dat je weet welke prioriteiten er zijn. Wat ik heel erg heb geleerd, want ja, jullie zien natuurlijk wel dat ik van alles doe. Dus er moet wel ergens iets van ADHD zijn. Is dat je afmaakt waar je mee bezig bent. En dat is ook de focus die aartsengel Metatron geeft. De steen die bij hem hoort is bijvoorbeeld een unakiet of een robijn en zoïciet. Die helpen je dan om bij jezelf te blijven en je te houden aan dat programma wat jij jezelf ook maakt. Dat je inzichtelijk maakt, wat wil ik gaan doen? Eerst dit, dan dat. Afmaken waar je mee bezig bent, opruimen en dan verder gaan. Mijn man zou wel zeggen als hij dit filmpje zegt, en wanneer doe je dat dan in jouw atelier? Want het is daar een dikke bende. Nou, tegenwoordig is het iets minder een dikke bende. Maar soms gaat het gewoon zo. Dan ben je druk bezig met dingen maken, mensen bestellen wat. En dan, oh ja, ik moet nog een armbandje maken en blijft de rest nog even liggen. Dus zo nu en dan heb ik opruimdagen. De affirmatie die bij aartsengel Metatron hoort is: de zon schijnt haar warme stralen naar de aarde. Ik vang ze op en laat ze diep in mijn lichaam verankeren, zodat in de duistere dagen het licht mag schijnen en mij verwarmen. Ik ga hem nog een keer doen. De zon schijnt haar warme stralen naar de aarde. Ik vang ze op en laat ze diep in mijn lichaam verankeren, zodat in de duistere dagen het licht mag schijnen en mij zal verwarmen. Volle maan komt eraan. Morgen is het volle maan om 20:40. Kan je mooi zien aan de hemel. En staat er dan ook even goed bij stil. Eigenlijk met de kanteling van de aarde is meer 24 juni de zomerzonnewende dan dat die 21 juni was. Voel dat ook. Dit zijn echt die volle zomerdagen. En zeker met die volle maan blijft het ook ontzettend lang licht. Geniet daarvan. Ik wens jullie een mooie dag. Jullie kunnen het stukje van aartsengel Metatron, wat hij nog meer doet, kun je lezen op www.lumeria.nl op de Engelenwereld. En dan kies je aartsengel Metatron. En dan staan daar ook plaatjes en kaarten. Die kan je ook gratis even downloaden. Dus niet alles hoeft betaald te worden. Je hebt ook heel veel gratis dingen op mijn website. Ga lekker lezen, ga lekker ontdekken. En vind het filmpje leuk of niet leuk. En abonneer je eventjes op deze mooie, positieve playlist. Dag lieve mensen.